بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بست برودرز أنفيزخ أن لايفسترارس وخ الله جل وعلا ديزا بأينكمست خزيخد بأينكم زين waarin wij van elkaar leren, waarin wij de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala naar op zoek zijn en naar streven. Vooral in deze maand, de maand Ramadan, waarin Allah subhanahu wa ta'ala de goede daden heeft vergemakkelijkt, zodat ze kunnen toenemen. Vandaar dat Allah Jalla wa Ala de poorten van het paradijs wijd open heeft gehouden en geen één daarvan is gesloten. Daartegenover de poorten van de hel zijn gesloten, geen één daarvan is nog open, zodat de goede daden toenemen. Dat zien we ook gebeuren, walillahi alhamd. De bijeenkomst van vandaag en het onderwerp gaat over het hiernamaals en de vragen die daar gesteld zullen worden en waar wij verantwoording voor moeten afleggen yawm al-qiyama. Allah Jalla wa Ala heeft in de Koran ons bevolen om ons voor te bereiden daarop. Allah zegt in de Koran: Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum madha qaddamat lighad. Ma qaddamat lighad. Ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah Jalla wa Ala in dit vers zegt hij: O jullie die geloven, en de gelovigen worden aangesproken omdat de gelovigen degene zijn die geloven in het hiernamaals. En zij zijn degene die zich voorbereiden op het hiernamaals. Zij zijn degene die de bevelen van Allah Jalla wa Ala opvolgen en de verboden dienen te vermijden. En met de ongelovigen, die geloven niet daarin. Dus Allah Jalla wa Ala spreekt hier in de gelovigen aan. En als in de Koran, Ya ayyuha alladhina amanu voorkomt, dan zoals Abdullah ibn Mas'ud zei, hij zei, luister goed, want daarna komt of een bevel, een gebod, wat je dient uit te voeren, of een verbod, wat vermeden dient te worden. Tayyib, in dit vers zegt Allah Jalla wa Ala, ittaqullah, dus een gebod, een bevel. Vrees Allah Jalla wa Ala. Wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad. Wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah Jalla wa Ala spoort ons aan hier om Allah Jalla wa Ala te vrezen. En om de laatste dag te vrezen. En zijn bestraffing te vrezen. Door hem te gehoorzamen. En om te kijken wat wij voorbereid hebben op morgen. En morgen hier is niet zondag. Oké, morgen is hier na onze dood. Want de dood is dichtbij. Alsof het morgen is. Want Allah Jalla wa Ala heeft in de Koran gezegd dat de dood onverwachts komt. La ta'tikum illa baghta. Het komt onverwachts. Je kan je niet voorbereiden precies wanneer de dood naar jou toe komt. Lekker, je dient je wel voor te bereiden voor op de dood. Want daarna zal Allah subhanahu wa ta'ala ons afrekenen. Nadat iemand komt te sterven, dan zal hij begraven worden. Thumma amatahu fa aqbarah. Na de dood wordt iedereen begraven. En na de begrafenis, wanneer het zand erover is gegooid, dan begint al de ondervraging. En vandaar de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, die zei tegen de sahaba, nadat ze iemand hadden begraven, hij zei, fas'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Hij zei, vraag Allah Jalla wa Ala voor hem standvastigheid, want hij wordt nu ondervraagd. En op het moment dat een persoon wordt begraven en de mensen die verlaten hem, dan wordt hij ondervraagd door de engelen, door Munkar en Nakir. Hij wordt beproefd. Fitnatul qabr. En fitnatul qabr is de ondervraging die plaatsvindt in het graf. En daarna komt of adab, of na'im, of yani een genieting, of een bestraffing. Iedereen, de ondervraging begint eigenlijk al direct
nadat iemand is gestorven, wanneer hij in zijn graf ligt. En dan komen de drie bekende, lakin ook hele belangrijke vragen. En die gaan over onze geloofsleer. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Deze drie vragen, deze drie belangrijke vragen, die gaan over wie aanbad jij, wie is jouw Heer? En wie, wat is jouw religie waarmee je Allah Jalla wa Ala aanbeden hebt? Waarmee je Allah subhanahu wa ta'ala hebt aanbeden. En wie was die persoon en die profeet die jij volgde? En die een voorbeeld was voor jou? Deze drie vragen zijn bekend. En het antwoord daarop is ook bekend. Lakin, het antwoord op dat moment is niet zo makkelijk als we denken. Het is niet van, ja, ik ken de vragen nu al. Ik heb de vragen en ik heb ook de antwoorden. Dus het komt wel goed. En zo zit dat niet in elkaar. Degene die antwoordt, is degene die daarna heeft gehandeld. Die werkelijk Allah Jalla wa Ala aanbeden heeft en niemand anders. Die werkelijk de islam heeft gevolgd en niets anders. En die werkelijk... Dan zeggen de engelen sadaqa, sadaqa. Of dan, zeggen dan zegt iemand vanuit de hemelen... sadaqa abdi. Niet de engelen zeggen dat, lakin een stem die zegt sadaqa abdi. En vervolgens zal er een deur voor hem open gaan naar het paradijs. En er zal een kleed uitgestrekt worden van het paradijs. En hij zal gekleed worden van het paradijs. En er zal een geur komen van het paradijs. Yani een aangename, lekkere geur van het paradijs. En hij zal genieten. En daarnaast gaat er een deur voor hem open naar de hel. En er zal tegen hem worden gezegd, als jij niet was zoals jij was, en als je ongelovig zou zijn, dan was dat jouw plek in de hel. Dus hij zal ook zijn plek zien in de hel, als hij ongelovig was. En dan zal alleen zijn vreugde, zal alleen maar toenemen. Want hij ziet dat hij gered is van deze straf van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zal hij zeggen, Rabbi aqimi sa'a, oh Allah laat het uur snel plaatsvinden. Dan zal er tegen hem gezegd worden, rust. Daartegenover el kafir of el fajir, zoals staat in hadith, of el munafiq, die zal bij deze vragen geen antwoord kunnen geven. En hij zal zeggen, ha ha, la adri. Ha ha, ik weet het niet, ik heb de mensen horen zeggen, lakin ik weet het niet. Dan wordt er tegen hem gezegd, ma dareit, yani, hoe zou je het kunnen weten? Vervolgens zal hij met een hamer geslagen worden. En als er een berg daarmee geslagen zou worden, dan zou die berg zand worden. En hij zal ook zand worden. En vervolgens zal hij weer terugkomen in zijn oorspronkelijke staat. En er zal een deur voor hem geopend worden naar de hel. En de slechte geur van de hel zal hem bereiken. En hij zal ook gekleed worden van de hel. En hij zal ook de bestraffingen ondervinden. En hij zal zeggen, ja Rabbi, la taqim is-sa'a. Laat het uur niet plaatsvinden. Want hij weet wat daarna komt, is alleen maar ernstiger. En de straf is alleen maar zwaarder. Iden, de bestraf of de ondervraging die begint al op het moment dat iemand in zijn graf ligt. Vandaar dat we ook hiervoor... bij Allah Jalla wa Ala vragen wij bescherming tegen de bestraffing in het graf. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam die zei, إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ يعني فتنة van het leven en van de dood وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ فتنة van المسيح الدجال. Iedereen, we vragen bij Allah subhanahu wa ta'ala om toevlucht. Of wij zoeken toevlucht bij Allah jalla wa ala. En we vragen bescherming tegen de hel en haar bestraffing. En tegen de graf en de bestraffing daarvan. En tegen de beproevingen van het leven en van de dood. En tegen de beproeving van al-Masih, al-Dajjal. Wat een hele grote fitna zal zijn. Iedereen, dat zijn de eerste vragen die gesteld zullen worden. Wanneer iemand komt te sterven, dat is in zijn graf. En daarna komen er andere vragen wanneer de mensen op zullen staan vanuit hun graf. Wanneer Israfil op de bazuin zal blazen.
نفخ في الصور. Dan zullen de mensen allemaal staan voor Allah Jalla wa Ala. فإذا نفخ فيه أخرى, zoals Allah subhanahu in de Koran zegt, فإذا نفخ فيه, نعم, فإذا هم قيام ينظرون. Dan zullen ze allemaal staand uit hun graven komen. En dat is ook een van de redenen waarom Yawm al-Qiyama Yawm al-Qiyama heet. Omdat ze zullen staan voor Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah jalla wa ala zal ze verzamelen op Ard al-Mahshar. Dat is een plek, die niet behoort tot de aarde. Een plek waar nooit een zonde op is verricht. Een plek waar nooit bloed is op vergoten. Op die aarde zal Allah jalla wa ala de mensen verzamelen. En hij zal ze daar afrekenen. Hij zal ze daar afrekenen. En hij zal ze onder andere ondervragen. Tijdens de ondervragingen, Yawm al-Qiyama, zijn verschillend. Lekin de mensen zullen ondervraagd worden. De profeten zullen ook ondervraagd worden. Allah jalla wa ala zegt in de Koran, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. De profeten worden ondervraagd, niet voor hun daden. Zij krijgen de vraag gesteld, hebben jullie verkondigd? Hel belagd. Zoals de profeet s.a.w. zegt in hadith, bij Hujjat al-Wada', zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, innakum tus'aluna anni. Jullie worden gevraagd over mij. Famada antum qailun? Famada, wat zullen jullie zeggen over mij, wanneer jullie worden gevraagd over mij? Ze zullen zeggen, نشهد أنك قد بلغت وأديت. نشهد أنك قد بلغت وأديت. يعني الرسالة. ذكر البروفيت صلى الله عليه وسلم زخة. اللهم فاشهد. أذن الله سبحانه وتعالى فايز. زخة اللهم فاشهد. أن يوم القيامة ذكر الله سبحانه وتعالى the profeten vragen over hun يعني over hun verkondiging of zij de boodschap hebben verkondigd. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. In dit vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer hij de boodschappers gaat verzamelen, zal hij tegen hen zeggen, hebben jullie gehoor gekregen aan jullie boodschap? Lakin ook de profeten worden ondervraagd. Allah zegt in de Koran, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. We zullen zowel degene ondervragen naar wie ze zijn gezonden, als degene ondervragen die gezonden zijn. En dat zijn de profeten. En in de hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat Allah jalla wa ala Nuh zal vragen, yawm al-qiyama, of hij verkondigd heeft. En dan zal Nuh zeggen, na'am, ik heb verkondigd. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala qawm Nuh vragen, heeft hij verkondigd? En dan zullen ze ontkennen. Zullen ze zeggen, ma ja'ana min nabi, of ma ja'ana min bashir. We hebben niemand gezien. Er is niemand tot ons gekomen. En dan zal Allah Jalla wa'ala tegen Nuh zeggen, wie gaat er voor jou getuigen? Wie is jouw getuige dat jij verkondigd hebt? En dan zal Allah, of dan zal Nuh alayhi salatu wassalam zeggen, ummat Muhammad, of Muhammad wa ummatahu. Yani Muhammad en zijn umma zullen voor mij getuigen. En dan zullen ze zeggen, hoe kunnen zij getuigen? Zij waren niet aanwezig. Zij zijn pas later gekomen. Dan zal hij zeggen, het staat in hun boek. En dat is de woord van Allah Jalla wa Ala. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Deze umma is de beste umma. Ummatun wasat. En al wasat betekent niet de midden. Of en wasat betekent het beste. Al-khiyar. En ook de betrouwbare. Al-udul. Al-khiyar al-udul. Deze umma is de beste umma. En daarnaast de betrouwbare umma. En dat zijn degenen die getuigen. De betrouwbare zijn degenen waarvan de getuigenis wordt geaccepteerd. En deze umma heeft een Koran gelezen. En in die Koran staat het verhaal van Nuh alayhi salatu wassalam. Hij heeft zijn volk uitgenodigd. Hij heeft ze 1000 jaar, 950 jaar, heeft hij ze uitgenodigd naar het islam, naar het tawhid, naar het aanbidden van Allah jalla wa ala. Lakin weinig van hun hebben daaraan gehoor gegeven. Dus in de Koran vinden wij dat Allah jalla wa ala, hij vertelt over Nuh alayhi salatu wassalam en over zijn volk. En wij zullen daarvan getuigen. En de Rasul sallallahu alayhi wa sallam zal getuigen
voor ons. Dat wij de waarheid, dat wij de waarheid hebben gesproken. Iden, de profeten worden gevraagd of ze verkondigd hebben. En vervolgens de mensen worden gevraagd, hebben jullie gehoor gegeven aan de profeten? يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. Allah Jalla wa'ala zal de boodschappers verzamelen en hij zal hun vragen, wie heeft gehoor gegeven aan jullie boodschap? Even, wij zullen allemaal ondervraagd worden yawm al-qiyamah. En Ibn al-Qayyim rahimahullah Jalla wa'ala, hij zegt, in het hiernamaals zal iedereen ondervraagd worden over twee zaken. Hij zegt twee zaken, daar zal iedereen naar gevraagd worden. Hij zei als eerste vraag, ماذا كنتم تعبدون? En tweede vraag, ماذا أجبتم المرسلين? Hij zei deze twee vragen, die gaan over Allah, over diegene die je aanbad en wie heb jij gevolgd. Hij zei de eerste vraag, het antwoord daarop is door تحقيق لا إله إلا الله. De eerste vraag, ماذا كنتم تعبدون? Wie aanbaden jullie? Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het verwezenlijken van het tawhid een vereiste. Hij zei, de eerste vraag wordt beantwoord door tahqiq al-tawhid. Door tahqiq la ilaha illallah. En de tweede vraag, ماذا كنتم? وماذا أجبتم المرسلين? Wat hebben jullie gehoor gegeven aan de boodschappers? En dat is door ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dat is de betekenis van la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. En yawm al-qiyama zullen ook nog de mensen ondervraagd worden, gedetailleerd over bepaalde zaken die van belang zijn. Onder andere, zoals staat in hadith Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, La tazula qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba' fi riwaya khams. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. Deze vier of deze vijf zaken, daar wordt iedereen over ondervraagd om al qiyama, behalve diegenen die door Allah Jalla wa'ala zijn uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld de 70.000 die zullen al Jannah binnengaan zonder hisab wala adab. Dus staat in de hadith, hadith waarin al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam zegt, 70.000 yadkhuluna al-Jannah min ghayri hisabin wala adab. Die worden niet ondervraagd. Zei die al-Rasoolullah, wie zijn dat? Hij zei, humu alladhina la yastarqoon, wala yaktawoon, wala yatatayyaroon, wa ala rabbihim yatawakkaloon. Dus diegene die geen ruqya vragen. Ze mogen wel ruqya verrichten of bij hunzelf, of dat iemand bij hun doet, lekker ze vragen het niet aan anderen. En ook laya tatayyaroon. Het tatayyur is een vorm van shirk. Een vorm van het geloven in bepaalde voortekenen en dergelijke. In de tijd van Jahiliyyah hadden ze bepaalde shirkiyat, bepaalde gewoonten. En dan deden ze bijvoorbeeld als ze iets wilden ondernemen, een reis bijvoorbeeld, of handel of iets anders, dan lieten ze een vogel vrij gaan en dan gingen ze kijken, als hij naar rechts ging, dan gingen ze datgene doen wat ze wouden doen. Ging hij een linkerkant op, dan gingen ze stoppen en dan stelden ze het uit. Dat is een vorm van een shirk, een vorm van bijgeloof. En zo heb je heel veel vormen van bijgeloof die daarop lijken. Lekker de Arabieren deden dat onder andere door middel van vogels. En daarom heet het ook tatayur. Of tasha'um. En ook een van die zaken die zij vermijden is el-kay. En el-kay is een geneeswijze, wat ook bekend was in de tijd van de Rasool sallallahu alayhi wa sallam. En daarna ook is een geneeswijze die bekend is bij de Arabieren. En die geneeswijze is door middel van vuur en dergelijke. Vuur, tayyib. En het brandt ook. En het laat ook littekens achter. De werkwijze of de geneeswijze daarvan, die is niet zeker. Als iemand dat doet en hij brandt zichzelf daarmee, en dat is wel zeker. Pijn is zeker en dat het brandt is zeker. Lekker de kans dat dat ook helpt, is niet zo groot.
Dus wanneer iemand dat toch doet, dan kiest hij toch eigenlijk, heeft hij veel liefde voor het dunya eigenlijk, dat hij dat toch doet. En de Nabi sallallahu alayhi wa sallam heeft dat afgeraden. Dat is makroeh, is niet haram, lakin is makroeh om dat te doen. Diegenen die dat vermijden en die op hun Heer vertrouwen, want ze vermijden die zaken omdat hun tawakkul in Allah jalla wa ala sterk is. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Door hun tawakkul vermijden zij het tatayur, vermijden zij talab al-ruqya en vermijden zij ook de geneeswijze van al-kay. Omdat hun vertrouwen in Allah jalla wa ala sterk is. En hun zijn diegenen die het paradijs zullen binnengaan zonder hisab en zonder iqab. Natuurlijk, die mensen moeten natuurlijk ook nog yani, voldoen aan bepaalde andere voorwaarden. Dat zij vroom zijn, de goede de verplichtingen hebben uitgevoerd en dergelijke. Taib. Lakin over het algemeen zullen de mensen ondervraagd worden over deze vier zaken. Over hun leeftijd. An umurihi fima ablah. Wat heb jij gedaan met jou? Met jouw leven. Jouw leven. De ene heeft 50 jaar geleefd. Yani vanaf het buloog. En die zijn... hij is verantwoordelijk voor zijn daden vanaf het moment dat hij baligh is tot aan zijn dood als hij nog bij zijn verstand is. Of totdat hij yani, nog bij verstand is. Zal hij voor deze periode, zal hij bij Allah Jalla wa Ala verantwoording moeten afleggen over zijn leven. Wat heeft hij daarmee gedaan? Heeft hij dit yani, benut in aanbidding, in gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala? Of heeft hij zijn leven verziekt en verspild? Iedereen zal verantwoording moeten afleggen voor zijn tijd en zijn leeftijd. En leven is een gunst van Allah, Jalla wa Ala. Tijd is een gunst van Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Allah zweert bij tijd. Wal asr, innal insana lafi khusr. Wal duha, wal layl. Allemaal tijd of delen van tijd. Iden, tijd is een gunst van Allah. Vandaar de Nabi sallallahu alayhi wa sallam die zegt: Ni'matan maghbunun fihima kathir min an-nas, as-sihhatu wal-faragh. Twee grote gunsten waar de meeste mensen geen gebruik maken zoals het hoort: gezondheid en vrije tijd. Tijd is gunst van Allah jalla wa ala. In die tijd, als je die goed investeert, dan zul je daar de vruchten van plukken in de akhira. Want in die tijd verricht men daden, goede daden. Yani, die tijd kan je investeren. Door daarin goede daden te verrichten. En goede daden zijn heel veel. Yani bijvoorbeeld, je kan in een aantal, in een minuut, kun je zoveel hasanaat binnenhalen. Door zikrullah bijvoorbeeld. Heel simpel. Het zikr. Subhanallah, alhamdulillah, of la ilaha illallah, wallahu akbar. Of andere vormen van het zikr. Yani dat is allemaal tijd. En wanneer je die tijd niet goed benut, dan zal je daar spijt van hebben. En yawm al-qiyama zullen wij allemaal ondervraagd worden over onze tijd. Wat hebben wij daarmee gedaan? Hebben wij die goed benut? Of hebben wij die juist verziekt? Of, zoals sommigen doen, gedood. Tijd doden. Alsof tijd yani, een vijand is. Tijd is gunst. Is een gunst die moet je benutten. Die moet je goed benutten. En wanneer je die goed benut, zal je bij Allah subhanahu wa ta'ala de beloning daarvan zien. En ook aan shababihi fima ablah. Shabab. De jeugd, de jonge jaren, dat is ook onderdeel van jouw leven. Lek in deze jonge jaren worden specifiek genoemd, omdat iemand in zijn jongere jaren, yani, kan hij veel meer doen dan iemand die bijvoorbeeld al oud is. En iemand die zijn jongere jaren goed benut, die wordt ook hoger beloond. Vandaar de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, die zegt in de bekende hadith van de zeven, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. يوم لا ظل إلا ظله قال أصيرست إمام عادل ثم قال وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله إذن شاب نشأ في عبادة الله زين بلونيس يظله الله يوم القيامة في ظله لا ليس هناك ظل إلا ظل عرشه تبارك وتعالى إذن زين يونغر يارا وتبدأ من إخدان. En iemand die jong is, die kan veel meer doen. Hij is actiever. Hij is gezond, alhamdulillah. Het is niet zoals iemand die oud is. En heel vaak yani, hoor je van, ik ga nog doen. Dat je iemand die jong is, zegt van, als ik oud word, dan zal ik kada doen. Zal ik dit doen, zal ik hajj doen. Zal ik yani, mezelf verbeteren. En zal ik een goede, vrome man worden.
Dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Wanneer je oud bent, dan ben je veel minder in staat. En daarnaast, yani, als je oud bent, sommigen zeggen bijvoorbeeld bepaalde zonden, ik zal ze verlaten als ik wat ouder word. Dan ga ik stoppen met dit, ga ik stoppen met dat. Tayyib, lekker als je wat ouder wordt, kan je misschien wel stoppen met die zonden. Lekker hatta al-hasanat, hatta al-ibadat, daar, die zijn ook moeilijk op dat moment. Op dat moment zijn zowel die zonden moeilijk als die aanbiddingen worden moeilijk. Alles wordt moeilijker voor iemand die wat ouder is. Die is niet meer in staat. Vandaar dat het belangrijk is dat iemand in zijn jeugd, in zijn jongerjaren, die goed benut. En je ziet ook de meeste mensen, ook kuffar, zij hebben meer hoop op jongeren dan op ouderen. En op jongeren, daar moet je het meeste van verwachten. En met ouderen, daar hoef je niet veel van te verwachten. Ouderen, alhamdulillah, als zij de jeugd goed hebben meegemaakt, dan is dat alleen maar goed natuurlijk. Maar daar moet je niet veel op rekenen. En we zien natuurlijk ook bijvoorbeeld bij heel veel zaken, de meeste gaan uit van shabab. Op hun moet je rekenen. Van hun moet je het verwachten. Zij zijn degene die het werk moeten doen. Zij zijn degene die ook in staat zijn. Die meer energie hebben. Die alhamdulillah gezond zijn. Krachten hebben. Die heel veel kunnen bereiken. En ook als we kijken naar de sahaba, radwanallahu alayhim, de shabab hebben de islam verspreid. En hebben die verdedigd. En hebben de strijd gevoerd tegen de mushrikeen. Dat waren over het algemeen, waren dat shabab. Vandaar dat Nabi sallallahu alayhi wasallam dit ook benadrukt. An shababihi fima ablah. En subhanallah, nu zie je bijvoorbeeld dat sommige ouderen, hadahumullah, ze hebben hetzelfde meegemaakt. Ze hebben die leeftijd meegemaakt. Ze hebben die ervaring. In plaats van dat zij bijvoorbeeld de shabab dan motiveren, gaan ze hun demotiveren. Als ze bijvoorbeeld iemand zien, hij is shab, een jonge man, en hij begint, alhamdulillah, te praktiseren, en hij verandert, misschien uiterlijk, en ook innerlijk, en bepaalde dingen en zo, dan denken ze van, wat is er aan de hand met die jongen? Is die iets aan de hand? Is die ziek? Heeft die een probleem? En ze demotiveren shabab. Terwijl eigenlijk moeten zij shabab motiveren. Tasjia. En hun hebben die periode meegemaakt. Hun weten wat voor periode ze hebben meegemaakt. En ook bijvoorbeeld zij weten van wat zij niet goed hebben gedaan. Iedereen wanneer ze shabab zien, moet ze juist shabab motiveren. Naam. Zo hoort het. En met demotiveren, wat is er aan de hand? Heeft hij een probleem? Heeft hij djinn? Heeft hij kada? Kijk. Nabi sallallahu alayhi wa sallam heeft juist shabab. Heeft juist die fase benadrukt. En ook die opgenoemd. وعن شبابه فيما أبلاه ثم قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ook een hele belangrijke zaak over jouw bezittingen hoe heb je die verdiend طيب hoe heb je die verkregen en ook hoe heb je die uitgegeven dit zal allemaal gevraagd worden يوم القيامة voordat iemand zijn voeten kan bewegen van zijn plek voordat zijn voeten bewegen van zijn plek of naar de Jannah of naar een naar. Hij blijft daar, hij gaat geen enkele kant op totdat deze vragen gesteld zullen worden en dat hij zich moet verantwoorden over deze zaken. Zijn bezittingen, hoe is hij daaraan gekomen? Hoe heeft hij die gekregen? An mali min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. Hoe heeft hij die gekregen? Halal of haram? Hoe heeft hij die verzameld? Op een halal manier? Of op een haram manier. Daar yawm al-qiyama zal hij daar verantwoording moeten voor afleggen. En deze vragen, wij worden daarmee bedoeld. Het is niet iets van wij, het gaat om ons. Het gaat om jou, het gaat om mij, het gaat om ons. Wij zullen die vragen moeten beantwoorden. Het gaat over ons geld, over onze bezittingen. Wij praten niet over mensen die afwezig zijn nu. Wij praten over onszelf. Wij moeten yawm al-qiyama verantwoording moeten afleggen over onze bezittingen. Hoe zijn ze er binnengekomen? Is die zuiver? Is die niet zuiver? Is er een ghish in? Is daar bepaalde zaken in die Allah Jalla wa Ala verboden heeft? Is deze geld zuiver, halal of niet? Dat is allemaal waar wij voor worden ondervraagd. Yawm al-qiyama. En haram geld, geld wat verboden is, als iemand dat nuttigt en daarmee opgroeit, dan is de hel datgene wat als eerste dat zal aanraken. Zoals staat in hadith waarin de profeet
sallallahu alayhi wa sallam zegt, hij zegt, kullu jasadin nabata an suhtin, fannaru awla bihi. Kullu jasad, elke lichaam wat yani gevoed is door suht, door het haram, annaru awla bihi, de hel, het vuur, yani heeft het meest recht daarop. Dat is iets wat yani, wat een moslim bang moet maken, dat de bezittingen zuiver zijn, wat er binnenkomt, dat het halal is. En niet alles mag binnenkomen en alles wat we krijgen, yani waar we aan kunnen komen, is welkom. En ook daarnaast, hoe heb je het uitgegeven? Niet alleen maar hoe heb je het gekregen, ook hoe heb je het uitgegeven. Tayyib, heb je het halal binnengekregen? Alhamdulillah. Lekin, heb je het ook goed uitgegeven of niet? Heb je het op de juiste manier uitgegeven of niet? Heb je je verplichtingen daar ook aan? Yani, zijn de verplichtingen, ben je de verplichting ook nagekomen? Bijvoorbeeld, heb je het recht van de armen ook gegeven? Sadaqa of zakah. Heb je de verplichte onderhoud ook verricht? Kinderen bijvoorbeeld, of degene die afhankelijk zijn van jou financieel. Ben jij je plicht nagekomen? En daarnaast, heb je het ook gewoon goed uitgegeven of heb je het verspeeld? Als we vandaag de dag kijken bijvoorbeeld naar onszelf. Allemaal, niemand eigenlijk kan, of weinig mensen die dat kunnen ontkennen. Tayyip, bijvoorbeeld, geel bij iftar. Iftar. Tayyip, we zijn met z'n vijven aan tafel. Laat je eten wat daar is. Voor 12 of voor 15. Ja, hoeveel gaan we eten? En zelfs datgene wat we zouden moeten eten, halen we niet. Iedereen, de helft daarvan wordt niet gegeten. Lees ik eigenlijk? De helft daarvan blijft gewoon liggen. Tayyip, en dan komt bijvoorbeeld, oké, ja, we bewaren het tot morgen en zo. Tayyip, en dan komt morgen en dan is er weer ander eten. Dat wordt gewoon weggegooid. De helft daarvan. Als we gaan kijken naar, niet alleen maar wij, over het algemeen moslims, hoeveel ze verspillen. Ik denk dat wij meer verspillen dan kuffar. En die kuffar hebben allemaal, en die hun hebben precies hun Porsche koken ze. De rest, yani, precies. Wij niet. Wij koken gewoon. En ze bakken en alles wordt voorbereid. Zonder te kijken naar wat is nodig. En wat wordt gegeten en wat niet. En wat niet gegeten wordt, uiteindelijk gaat het gewoon de vuilnisbakken in. En dat is ook, nogmaals, over het algemeen is dat zo. Ook zelfs in arme landen, die islamitische landen, zie je gewoon dat terug. Dat er gewoon veel wordt verspild. En als je kijkt bijvoorbeeld naar feesten of naar yani, jalesaat waar gegeten wordt, dan zie je ook hoeveel eten daar is. Het is gewoon meer dan dubbel. Dat eten wat daar is, kan yani, de aanwezigen, als ze in dubbel waren, yani in getal, in aantal, dan zou dat genoeg zijn voor hun. Iden, waar geef je dat aan uit? En daarnaast natuurlijk ook, waar geef je dat dan uit aan halal of aan haram? Er zijn mensen die misschien halal inkomsten hebben, maar ze geven het uit aan al haram. En dat is ook iets waarvan zij worden aangesproken, yawm al-qiyama. En zij moeten daar verantwoording voor afleggen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyip, de laatste zaak is de kennis. وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ. Kennis die je hebt, wat heb je daarmee gedaan? Heb je daarna gehandeld of niet? Heb jij gehandeld naar de kennis die je hebt? We horen bijvoorbeeld lessen, khutab, we lezen de Koran, we lezen een hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. We horen al-awamir, bevelen, en we horen nawahi, verboden. Wat hebben wij daarmee gedaan? Hebben wij die bevelen die wij hebben gehoord, hebben wij die nageleefd? Hebben wij die verboden die wij hebben gehoord, hebben wij die vermeden? Tayyip. En het is geen excuus om te zeggen van, yani, ik heb geen kennis. Ja, dat is nog erger. Yani, onwetendheid is nog erger dan, kan nog erger zijn dan dat. En niemand heeft eigenlijk een excuus. Vooral in deze tijd niet. We kunnen allemaal lezen. We kunnen allemaal schrijven. Allah Jalla wa Ala heeft ons een tong gegeven. Hij heeft ons ogen gegeven. Hij heeft ons yani, mogelijkheden gegeven en middelen gegeven om te leren. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Allemaal gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala, waar we dankbaar voor moeten zijn en die we moeten gebruiken. In onder andere om kennis te vergaren. En die kennis, daar moeten wij naar handelen. In de yawm al-qiyama zullen wij worden aangesproken en we moeten verantwoording afleggen voor de kennis die we hebben. En de Koran, zoals de profeet zei, hujjatun laka aw alayk. Het is of een bewijs voor jou of een bewijs tegen jou. Voor jou, als je het hebt gelezen en daarna gehandeld hebt. En tegen jou,
als je het niet hebt gelezen, of je hebt er niet naar gehandeld. Je hebt er niet naar gehandeld. Iden, wij worden aangesproken op de kennis die we hebben en of wij daarnaar gehandeld hebben. Wij kennen bijvoorbeeld heel veel zaken. Tayyib, handelen wij daarnaar of niet? We weten bijvoorbeeld de verdiensten van, bijvoorbeeld laten we zeggen, een nawafil. Tayyib, qiyam al-layl bijvoorbeeld, of salat al-tarawih, handel je daarnaar of niet? Al-adhkar, handel je daarnaar of niet? En zo heel veel andere zaken. We dienen naar die kennis die we hebben, we dienen daarnaar te handelen. En nogmaals, deze kennis is ook een gunst van Allah Jalla wa Ala die Hij schenkt. Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. En daarnaast deze kennis zal jou bi idnillah tabaraka wa ta'ala ook yani beschermen tegen de bestraffing van Allah wanneer je daarnaar handelt. Iden, dit zijn vijf zaken waarnaar wij worden ondervraagd yawm al-qiyama en waarvoor wij verantwoording zullen moeten afleggen yawm al-qiyama voordat de voeten zullen bewegen. La tazula qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'al. Voordat de voeten van hun plek afgaan of naar de Jannah of naar Tayyib, onder andere wat in de hadith staat waarvoor wij worden ondervraagd als eerste is het gebed. In de hadith dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salah. As-salah is het eerste van de daden min amali. As-salah, dat is het eerste waarvoor wij yawm al-qiyamah zullen worden ondervraagd. طيب فإن صلحت صلح سائر العمل. Of in de hadith staat فإن صلحت أفلح وأنجح. Als het gebed goed is geweest, طيب, dan zal hij yani, gered zijn, dan zal hij geslaagd zijn. طيب إن فسدت فقد خاب وخسر. Als het gebed slecht is geweest of afwezig is geweest, dan heeft hij verloren. Is hij verloren. خاب وخسر. Als er tekort is geschoten, dan wordt er gezegd onduru helli abdi min tatawwu. Kijk of mijn dienaar nog vrijwillige gebeden heeft verricht, zodat die de tekort kunnen aanvullen. Taip. En vervolgens wordt er zo gedaan met alle andere daden. Met alle andere verplichtingen wordt er op die manier, op diezelfde manier afgerekend en worden de daden op die manier beoordeeld. Tot de zaken waarvoor wij worden ondervraagd, yawm al-qiyama, beste mensen, zijn de gunsten van Allah Jalla wa Ala. Zoals Allah zegt in de Koran, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Jullie zullen op die dag, zullen jullie ondervraagd worden over de gunsten, over een na'im. Zoals bijvoorbeeld het eten en drinken, wat wij eten en drinken. Onze gezondheid is ook een ni'ma. Veiligheid is een ni'ma. Kinderen, vrouw en dergelijke zijn allemaal ni'am. En wij worden daarvoor ondervraagd. De sahaba, radwanullahi ta'ala alayhim, zeiden, ja Rasulallah, yani, waar worden wij voor ondervraagd? Ma hiya illa al-aswadan. Wij hebben alleen tamar en water. Heel weinig. Niks hadden zij. Zeiden, waarvoor? Zullen wij ondervraagd worden voor dadels en water? Yani, deze twee zaken, zullen wij hiervoor ondervraagd van worden? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, na'am. Hij zei, jullie zullen daarvoor ondervraagd worden. Hij zei, jullie zullen daarvoor ondervraagd worden. En Qatada radiyallahu rahimahullah die zei, inna allaha sa'ilun kulla di ni'matin fima an'ama alayh. Hij zei, Allah Jalla wa'ala zal iedereen ondervragen die een bepaalde gunst heeft gehad van Allah subhanahu wa ta'ala. En nogmaals, die ni'am waarvan wij eten, waarvan wij drinken, die zijn veel meer dan datgene wat de sahaba hebben gehad. En ondanks dat, de sahaba worden ondervraagd over datgene wat ze hadden, en dat was heel weinig. Water en dadels. Zoals ze zeiden, ma hiya illa al-aswadan. Het is enkel yani, dadels en water. En daarvoor zelfs worden ze ondervraagd. En laat staan iemand die een bord vol heeft en een tafel vol heeft. En iedere dag kan eten wat hij wil en wat hij wenst. Tayyib, de ondervraging zal dan natuurlijk groter zijn. En zal ook eerder zijn. Iden, we worden ondervraagd over een na'im. Vandaar dat het belangrijk is dat wij dankbaar dienen te zijn bij Allah Jalla wa Ala. Om deze na'im die we hebben, deze gunsten, als eerste dankbaarheid met de tong. Dat wij dankbaar en Allah subhanahu wa ta'ala prijzen met de tong.
door te zeggen alhamdulillah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith, hij zegt inna allaha yarda li abdihi idha akala al aklata an yahmadahu alayh wa idha shariba al sharbata an yahmadahu alayh. Allah is tevreden met zijn dienaar. Hij houdt ervan dat zijn dienaar, wanneer hij iets eet, dat hij Allah subhanahu wa ta'ala daarvoor dankt. Wanneer hij iets drinkt, dat hij Allah subhanahu wa ta'ala daarvoor dankt. Dus ook danken wij Allah jalla wa'ala met onze tong. En daarnaast, wij danken Allah subhanahu wa ta'ala ook met onze hart. Door deze gunsten aan niemand toe te schrijven behalve aan Allah subhanahu wa ta'ala. En ook met onze daden. Dat deze gunsten die we gekregen hebben van Allah jalla wa'az, dat we die gebruiken om daarmee Allah tabaraka wa ta'ala te aanbidden. En niet om hem daarmee, yani, ongehoorzaam te zijn of te bestrijden. Want het is een teken van ondankbaarheid en niet een teken van dankbaarheid. Allah zegt in de Koran over i'malu ala Dawood shukra wa qalilun min ibadiyya shakur. I'malu al-amal. Al-amal is werkelijke dank. Dat je daarna handelt en Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzaam bent. Wa qalilun min ibadiyya ash-shakur. Iden dankbaarheid moet met de tong en met het hart en met daarna handelen. Dit noemen de geleerde arkaan ash-shukr. De fundamenten van ash-shukr of de zuilen van ash-shukr. Waar wij ook voor worden ondervraagd yawm al-qiyama is onze kinderen. En diegenen die onder jou zijn. Ra'iyya. De profeet zegt in een hadith. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Hij zegt. Al-imamu ra'in. Wa mas'ulun an ra'iyyati. Wal-rajulu ra'in. Wa mas'ulun an ra'iyyati. Wal-mar'atu ra'iyyatun fi bayti zawjiha. Wa mas'ulun an ra'iyyatiha. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Hij zegt. Jullie zijn allemaal een herder. Yani, jullie hebben allemaal verantwoordelijkheden. En iedereen is verantwoordelijk voor datgene wat onder hem is. Tayyip, waarvoor hij verantwoordelijk is. Al-amana. We hebben al-amana en daarvoor worden we ondervraagd. Yawm al-qiyama. Bijvoorbeeld onze kinderen. Hebben wij die goed opgevoed? Hebben wij ze een goede opvoeding gegeven? Of niet? Of hebben wij ze verwaarloosd? Dat is een amana yawm al-qiyama. Degene die deze amana niet goed heeft vervuld, zo staat in de hadith, die zal het geur van het paradijs niet ruiken. En het is een grote verantwoordelijkheid die we dragen. En waar wij yawm al-qiyama verantwoording moeten voor afleggen bij Allah subhanahu wa ta'ala. En dat geldt voor iedereen die een bepaalde positie heeft en die bepaalde verantwoordelijkheden heeft. Die hij draagt en waar hij yawm al-qiyama yani voor voor en die verantwoording voor moet afleggen. En over het algemeen waar het uiteindelijk om gaat, zijn de daden. Yani, hoe heb jij jouw leven, hoe heb jij geleefd in dit wereldse leven? Want deze vragen, die vier vragen of die vijf vragen, uiteindelijk draait alles daarom. Over jouw leven, over jouw jeugd, en dan jouw inkomen, jouw bezittingen. En daarnaast, wat heb jij gedaan met de kennis die jij had? Dat omvat eigenlijk alles. Alles kan je daaronder. Kan je daaronder vallen. En daarnaast, yawm al-qiyama. Tuurlijk zullen er mensen zijn. Heel veel mensen zijn. Die tekort schieten. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is genadig voor zijn dienaren. En hij zal zijn vrome dienaren, de gelovigen, die hun boek met hun rechterhand zullen krijgen, die zal hij een makkelijke afrekening geven. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ طيب فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Degene die zijn boek ontvangt met zijn rechterhand, de gelovige, Allah Jalla wa'ala zal ze een makkelijke afrekening geven. طيب حِسَابًا يَسِير. Hij zal ze niet op alles yani, aanspreken. En op elke zaak afrekenen. Want als Allah subhanahu wa ta'ala ons op alles zou beoordelen. En alles zou afrekenen. Dan zullen we zeker verloren zijn. Want wie beweert dat hij alle bevelen heeft uitgevoerd. En alle verboden heeft vermeden. En alle gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala heeft bedankt. Niemand kan deze
bewering yani, waarmaken. Niemand kan zeggen dat hij yani, is zoals hij hoort te zijn. Lekin Allah Jalla wa Ala, hij is genadig. Hij is ghafoorun rahim. Zijn vrome dienaar, wanneer hij hem zijn boek in zijn rechterhand geeft, dan zal hij hem een makkelijke afrekening geven. Hij zal hem alleen maar op de hoogte brengen van zijn daden. Hij zal zeggen tegen hem, herinner je nog die dag, je hebt die en dat gedaan. Herinner je nog toen je dat en dat hebt gedaan, toen je zus en zo hebt gezegd en gedaan. En dan zal zijn dienaar erkennen. Hij zal zeggen, na'am ya Rabbi, na'am ya Rabbi. Elke zaak, elke daad die hij oproept, zal hij erkennen. En vervolgens zal hij denken dat hij daardoor yani, bestraft zal worden. En dan zal Allah Jalla wa Ala tegen hem zeggen. En hij zal hem bij hem roepen. Hij zal dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala komen. En hij zal hem afschermen ook. En hij zal zijn bescherming op hem zetten. Zo staat in hadith. Hatta yada'a alayhi kanafu. Yani sitrahu. En dan zal hij hem yani, op de hoogte brengen van zijn daden. En van zijn tekortkomingen. Van zijn zonden. En uiteindelijk zal Allah Jalla wa Ala tegen hem zeggen. قد سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. Ik heb deze allemaal voor jou. In het wereldse leven heb ik dit voor jou verborgen gehouden voor de mensen. En ik zal deze vandaag zal ik jou daarvoor vergeven. أما يعني الكافر of الفاجر die door Allah subhanahu wa ta'ala beoordeeld zal worden op alles, die zal zeker verliezen. Want de profeet die zei, hij zei men nuqish al-hisab helak of uddib, degene die aangesproken zal worden en beoordeeld zal worden op alles, die zal zeker yani, bestraft worden. Want nogmaals, niemand kan zeggen dat hij alle bevelen heeft uitgevoerd en alles wat Allah verboden heeft vermeden. En daarnaast ook nog eens die na'im, die gunsten. Alleen maar onze ogen bijvoorbeeld, of onze yani, het ademhalen en dergelijke, dat kan je met geen enkele daad kan je dat compenseren. Ook al zou je heer je leven lang in gebed zijn, in sujud zijn, dat kan je nooit compenseren, dat kan je nooit zeg maar terugbetalen. Even niemand kan beweren dat hij zo goed heeft geleefd. Vandaar, als iemand door Allah Jalla wa Ala die afrekening krijgt die moeilijk is, dan zal hij zeker vernietigd zijn, dan zal hij zeker verloren zijn. En yawm al-qiyamah, deze vragen die allemaal gevraagd zullen worden. Het is niet zo dat je bijvoorbeeld kan zeggen van ik ga bijvoorbeeld niet de waarheid spreken of ik ga. Ja, er zijn genoeg getuigen die tegen jou zullen getuigen. Er zullen getuigen zijn yawm al-qiyama tegen jou. Er is geen enkele vluchtroute. Er zullen engelen zullen getuigen. Kiram en katibin die hebben alles genoteerd. Ya'lamuna ma taf'alun. Jouw boek is een getuige. En de kafir yawm al-qiyama, wanneer hij zijn boek ziet met alles daarin. En hij is eigenlijk alles al vergeten. Dan zal hij zeggen, ma li hada al-kitab. Wat is dit voor boek? La yugadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira. Wa la yadlimu rabbuka ahada. Alles wat ze gedaan hebben is aanwezig in dat boek. Ze kunnen niks daarvan ontkennen. En Allah subhanahu wa ta'ala doet niemand onrecht aan. Alles wat daar staat is door jou verricht. Het zijn jouw eigen daden. Zoals Allah ook zegt in de Koran. Hij zegt over. Hij zegt: "Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi. Wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Hij zal de mens zelf laten oordelen. Oordeel over jezelf. Hier is jouw boek. Kijk maar, lees jouw boek. Je bent genoeg als getuige tegenover jouzelf. En er zullen mensen zijn, yawm al-qiyamah, die zullen zeggen van, wij accepteren geen getuigen. Wij accepteren niet. En u heeft ons beloofd dat u ons geen onrecht aandoet. Wij accepteren alleen een getuige van onszelf. Van onszelf en voor de rest van niemand. Dan zal Allah Jalla wa Ala akkoord gaan. En dan zal hij hun mond snoeren. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم عما كانوا يكسبون يعني hun mond wordt dichtgemaakt en dan zullen hun handen en hun voeten, hun ledematen, die zullen getuigen tegen hun wat ze allemaal hebben gedaan. En dan zullen ze tegen hun eigen ledematen zeggen daarna,
zullen zeggen van, ik probeer jullie te verdedigen. En jullie getuigen tegen mij. En jullie getuigen tegen mij. Yani, waarom getuigen jullie tegen mij? Zoals Allah zegt in de Koran. Dat de ledematen die zullen uiteindelijk zeggen. Geef het vers. Antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay. Ja? Waqalu li juludihim lima shahidtum alayna. Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay. Ze zullen tegen hun eigen ledematen zeggen van, waarom getuigen jullie tegen mij? Ik probeer jullie te verdedigen. En jullie getuigen tegen mij. Dan zullen ze antwoorden. Antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons laten spreken. Degene die alles heeft laten spreken. Iden, zelfs de ledematen, die zullen getuigen tegen de persoon zelf. Dus er is geen kant, geen enkele kant op. De aarde waar we op lopen, de aarde waar we op hebben geleefd, zal getuigen yawm al-qiyama. Yawma idin, tuhadithu akhbaraha. Allah zegt, yawma idin, tuhadithu akhbaraha. Rasul sallallahu alayhi wa sallam zei, atadruna ma akhbaruha. Hij zei, weet jullie wat het nieuws is, wat de aarde zal verkondigen yawm al-qiyama? De aarde zal, yawm al-qiyama zal die nieuws verkondigen. Hij zei, atadruna ma akhbaruha. Weet jullie wat die nieuws is? Zeide Allahu wa rasuluhu a'lam. Hij zei, akhbaruha. En het nieuws wat de aarde zal verkondigen yawm al-qiyama, is dat ze zal getuigen. Tashhad. Zij zal zeggen, fa'alta kada wa kada fi yawmi kada wa kada. Je hebt dit gedaan en dit gedaan op die en die dag. Op die en die plek. En op mij. De aarde zal getuigen, want alles wat wij doen, doen wij op de aarde. We lopen op aarde en we leven op deze aarde. En deze aarde zal getuigen tegen ons zijn. Tegen de mens, de yawm al-qiyama, zal de aarde getuigen zijn. Iden, er is geen enkele, je kan geen kant op. En daarnaast, de grootste getuige is Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi shahida. En hij is voldoende. Lijken al deze getuigen die worden bij elkaar gebracht, om te laten zien dat niemand onrecht is aangedaan. En dat iedereen die wat gedaan heeft, dat hij dat zelf gedaan heeft. En de ongelovigen, die zullen ook getuigen tegen hunzelf. Ze zullen tegen hunzelf uiteindelijk getuigen. En nas'al Allah subhanahu wa ta'ala en yuyassir hisabana kama nas'aluhu jalla wa ala en yaghfira dhunubana wa en yastura uyubana wa en yatawalla amrana wa en yataqabbal minna salih al-a'mal wal-aqwal wallahu ta'ala a'la wa a'lam. صلى الله على نبينا وسلم وياكم باب ير ان انتال يعني بوكو دي وي كنه weggeven. طيب we beginnen met het beste boek, كتاب الله, القران. طيب de drie vragen in het graf, de drie vragen die in de graf, die in het graf worden gesteld. Door wie worden ze gesteld? En noem de namen. In het graf worden vragen gesteld, toch? Tayyip, drie vragen. Welke vragen zijn dat? In het Arabisch of Nederlands? Je mag daarvoor, je mag kiezen. In het Arabisch is beter. Wie is jouw heer? Ja. Hier heb je een microfoon. Waar is die andere kleine? Waar is die van de net? Tadda. Gaat die ook aan, die? Geef maar aan hem. In de groep worden drie vragen gesteld. De eerste vraag is, wie is jouw heer? De tweede is, wie is de boodschapper van Allah? En de derde is, wat is jouw geloof van? Hassent. En wie gaan die vragen stellen? Zijn het mensen of engelen? Of gaat Allah, hè? Engelen. De engelen. Ken je de namen van die engelen? Nee. Ja?
Nee, ook niet één. Munkar en? Hij mag helpen. Je broertje mag helpen. De ander? Nakir, toch? Nakir. Oké, je mag kiezen welke boek jij wil. Wil je de Koran? Beste boek. Beste boek, hè? Tfaddal. Jullie mogen samen lezen, hè? Tayyip. Dit, de volgende boek gaat over Sifatul Jannah, beschrijving van het paradijs van Abu Bakr ibn Abi Dunya. Tayyip, het paradijs, beschrijving van het paradijs. Welke vraag zullen we hier... Ja? Ja, welk hadith? Ja, taib. Taib. Sahih, de broeder heeft gelijk. De vraag is, welke vragen worden gesteld yawm al-qiyamah door Allah subhanahu wa ta'ala? Wat zijn de vier vragen of de vijf vragen die gesteld worden yawm al-qiyamah? De hadith die we hebben opgenoemd. Taib. Ja. Je mag je vinger opsteken. Ach, je naam vergeet, wallah. Ja? Sufyan, Sufyan. Sufyan, tot dan, Sufyan. Naam? Vergeet gelijk bij je... Geld, ja. Wat je met je kennis hebt gedaan. Ja. Jij gaat iets achteruit, jij. We komen er wel met. Begin van boven bij 1 en dan 2 en dan kom je bij. Dan kom je er ook wel uit. Nu ben ik hem even bij. Tijf, wie gaat hem helpen daarbij? Ja? Geef de microfoon aan Mohammed. Salam. Salam. Wat je met je jeugd hebt gedaan? Ja, naam. Wat je met je kennis hebt gedaan? Ja, die heeft Sofia al gezegd. Die. Okay. Wat je met, hoe je geld hebt verdiend en hebt uitgegeven? Tayyip. En je kinderen? Is dit? Ouders ook of niet? De kinderen waren er niet bij, Yachi. Sofia, weet je het weer of niet? Ja. Huh? Sahar, gezondheid. Je gezondheid voordat je ziek wordt? Nee. Die hebben we niet... Het is een andere hadith, dat. Tayyip, maar die hebben we niet opgenoemd. De eerste. Of je gebed hebt. Over de salah hebben we als eerste gezegd? Nee, oh, je was niet bij. Tayyip, je doet gewoon een poging. Ja? Over? Tijd? Hoe je tijd hebt besteed. Ja, nee. Tfaddal. Met je leven als eerste, toch? Aan omorihi fima afna. Omorihi fima afna. Hoe gaan we dat doen? Gaan we hem verdelen? Of gaan jullie, ga jullie om de week uitlenen? Of laten we gewoon de moskee wakf? Ja, ik weet niet. Zeg het maar. Wie had de meeste punten? Wie had de meeste punten? Sofian. Weet je wat, we beginnen gewoon bij Sofian. Sofian was als eerste. Heb je? Tfaddal. Gebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Tayyip, boek van Sheikh al-Albani, rahimahullahu ta'ala, Sifat Salat en Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Een van de beste boeken die geschreven is, als het gaat om, beknopt om het gebed. En ook vertaald naar het Nederlands. Tayyip, we zeiden, yawm al-qiyama, wordt men ook ondervraagd over het gebed. Sahih? Over het gebed. Ja toch? Zij toch? Naam? Het eerste waarvoor je wordt gevraagd over het gebed. Tayyip, als het gebed tekort schiet, wat is dan de volgende vraag? Jij mag hem zeggen. Het wordt dan afgevuld met zijn nafila. Ewa, dan wordt er gekeken of er nog iemand nafila heeft, hè? En dan als die nafila heeft, dan wordt daarmee aangevuld. Geldt dat ook voor anderen? Bijvoorbeeld iemand heeft
schiet tekort bij zaka of bij siyam. Ja. Dan wordt ook gekeken, heeft hij nafila siyam, nafila zaka. Sadaq. Sadaq. Deze boek is over de sujud sahu. De sujud van vergeetachtigheid in het gebed. Of tijdens het gebed. Van Sheikh ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Tayyib. Wat zijn de drie oorzaken voor sujud sahu? Sujud sahu heeft drie oorzaken, hoofdoorzaken. Yani als dat plaatsvindt, dan moet je daarna sujud sahu doen. Tfaddal. Tfaddal, ja. Als je iets zeg maar, tekort hebt, te weinig hebt gedaan, Iran. Iets te veel hebt gedaan, Iwan. En iets incorrect hebt gedaan. Incorrect? Ze zijn allebei incorrect, te veel en te weinig. Hij zegt van, wanneer je iets te veel hebt gedaan in het gebed, dus de ziyada, of wanneer iets juist te kort is, een naqs. Heeft iemand dat gezegd? Of? Ja? Nou? We zijn eerlijk. Allah yedik, Mohammed. Tayyib. En bij twijfel. Tayyib, wat geeft twijfel? Hoe bedoel je twijfel? Zoals? Bijvoorbeeld? Aantal rakaat. Oké, aantal rakaat. Bijvoorbeeld, iemand heeft. Hij bidt en hij twijfelt. Is het nou derde of de vierde? Nee. Ja, iemand twijfelt, is het nou derde of de vierde? Wat moet hij dan doen als hij twijfelt? Altijd het minste. Gaat hij uit van het minste? Nee. Zekerheid. Tayyib, gaat hij uit van zekerheid en dan maakt hij het gebed af en doet hij het sujud as-sahu. Tayyib, geef. Tfaddal, akhi. Extra, als je tekort hebt geschoten, is het voor, ook gevraagd of het voor het teslim. Ja. Als je denkt dat je te veel hebt gedaan, is het na het teslim toch? Of is er een. Klopt, over het algemeen is dat zo. Tayyib, als je bijvoorbeeld tekort schiet, hè, je hebt bijvoorbeeld één sujud minder gedaan in plaats van twee. Wat doe je dan? Een beetje voor zekerheid, een extra. Extra sujud? Ik had over sujud daarvoor. Oké. Dus bij arkaan, bij de zuilen van het gebed, die kunnen niet gecorrigeerd worden met sujud as-sahu. Sujud as-sahu corrigeren alleen maar de wajibat. Tfaddal. Tfaddal. Kijk, bij twijfel, je hebt verschillende soorten twijfel. Je hebt bijvoorbeeld twijfel 50-50, dan weet je eigenlijk niet, je hebt helemaal geen enkel idee, of je gewoon, je weet helemaal niet, gewoon echt twijfelt. Beide, de twijfel is bij beide hetzelfde. Dan ga je uit van het minimale altijd. Als je drie of vier rekaten, je weet niet zeker. Dan ga je uit van drie. Tayyib, twijfel je, en heb je sterk vermoeden dat het bijvoorbeeld toch vier is, dan hou je het gewoon vier. Als je sterk vermoeden hebt dat het vier is, dan hou je gewoon op vier. Lekker dan ook, dan doe je sujud sahu als je daar sterk aan twijfelt. Wat is dan het principe van yakin? Want dan heb ik hem al die tijd verkeerd begrepen. Als het maar een klein beetje is dat jij denkt dat je het goed hebt gedaan, begrepen dat geldt zowel voor salat als voor wudu. Iwa. Dat je daarin jouw yakin Sahih, kijk, yakin. Yakin is niet zeg maar, dat je het alleen maar een klein beetje weet. Yakin is zeg maar, dat je sterk vermoeden hebt. Tayyib. Of zeg maar, wanneer jij dus eigenlijk twijfelt over twee zaken. Tayyib. Yakin verschilt natuurlijk in heel veel dingen. Je kan niet, laten we zeggen van iemand heeft net wat hij net zei. Hij twijfelt in het gebed. Is het nou zijn derde of zijn vierde? Tayyib, drie is yakin. Vier is twijfel. Tayyib. Want drie is zeker. Je twijfelt nog aan die vierde raka'a. Is die er nou wel of is die niet? En bij drie, daar twijfel je niet aan. Dat is gewoon zekerheid. Tayyib, bijvoorbeeld, je hebt een wudu gedaan. Thuis. En je komt naar de moskee. Later bijvoorbeeld, je wil in het gebed gaan. En je twijfelt. Heb ik mijn wudu verbroken of niet? El yaqeen is dat jij wudu gedaan hebt. Want je hebt wudu gedaan en toen pas ben je huis aangaan. En je twijfelt of die wudu verbroken is in die tussentijd of niet. Hier ga je uit van yaqeen. Laat je twijfel gaan. Lekker omgekeerd. Je gaat je huis uit. En vervolgens ga je naar de moskee. Tayyib. En het is tijd van gebed. En dan begin je te twijfelen. Heb ik wudu gedaan toen ik huis uitging of niet? El yaqeen is dat je geen wudu hebt. Dus jij twijfelt. Heb ik wel wudu gedaan of niet? Je twijfelt aan het feit of je wudu gedaan hebt. Hier ga je uit van yaqeen. Dat is dat je niet gedaan hebt. Dat je niet gedaan hebt. Dat betekent dat je alsnog
يعني الوضوء moet verrichten. طيب dit boek is van الشيخ محمد بازمول حفظه الله. المنهج السلفي ده منهج فان السلف السلفي ميثودولوجي. طيب de vraag die we hierover gaan stellen, طيب wat is منهج السلف, منهج السلف als het gaat om يعني الأسماء والصفات, als het gaat om de namen en de eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala, dan wil ik drie zaken horen, drie stelregels. تفضل. بفستخه. نعم. بفستخه زونر تفضراي. اي نعم. زونر بفستخه زونر لتوك تفرغب. ايوة. زونر عند بتكنس دران تخيفه. ايوة. زونر تفضراي عند بتكنس دران تخيفه. زونر تفرغلاك. ايوة. زونر المدانخات دران تخيفه. اي نعم. احسنت جزاك الله خير. Dus we bevestigen datgene wat in de Koran staat of in de Sunna staat van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, zonder de betekenis daarvan, zonder af te wijken van de betekenis, dus een andere betekenis over de betekenis te verdraaien, zonder die te verdraaien en zonder die te vergelijken, dus wij vergelijken dat niet met de schepping, met de schepselen, en zonder daar een hoedanigheid aan toe te schrijven of toe te kennen, zonder te zeggen hoe, er is van een hoedanigheid, lakin hoe, Allahu alam. En zonder die te ontkennen, te verwerpen. En het ta'til. Dit is beknopt de manhaj van Ahl Sunnah. Als het gaat om asma, sifat, Allahu ta'ala, a'la wa alam. Sallallahu ala nabi wa sallam. Tot de dag. Geer inshallah. Iden hierbij. Bi'idhnillah. Bi'idhnillah. Tayyib. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you.